kunstsymposium Oogsten moest ik een bouwtekening maken. Ja, het is toch geweldig dat je dat kunt blijven doen, hè? Ik ben Natasja Waaij, ik ben beeldend kunstenaar, ik ben 45 jaar. Ik woon sinds mijn 19e ongeveer in Maastricht. Toen ben ik begonnen aan de kunstacademie hier in Maastricht. En daarna ben ik hier ook blijven wonen, na nog een jaartje in Schotland te zijn geweest, om daar ook de kunstacademie te doen. En daar heb ik eigenlijk ontwikkeld, waar ik nu nog steeds mee bezig ben, heel veel tekenen met ijzerdraad. En dat kan een heel kleine objecten zijn en dat kan ook een grote kunstwerken zijn. Dit is dus die werkplek van mij. En dat is de plek waar ik het liefste ben als kunstenaar. Helaas kun je daar niet van leven. En daarom werk ik nog part-time bij Vodafone. Maar als het op mijn eigen werk aankomt, dan ben ik hier de allerliefste. Ik ben aan een project bezig voor Symposium Oogsten. Waarin ik eigenlijk doe wat ik altijd doe. Tekenen met ijzerdraad. En ja, zoals jullie zien is het niet een tekening op papier met potlood en pen en zo. Maar... ja, gebruik ik ijzerdraad omdat dat allemaal ook lijntjes heeft. En zo kan ik driedimensionaal tekenen. Dus ik kan in een ruimte tekenen. Dus ik ben een ruimte aan het maken. En in die ruimte verwerk ik wel allemaal patroontjes en ritmes. Ja, die eigenlijk dus, ja, het wat speelser maken en zo. En zo teken ik eigenlijk. Kijk, ik pak bijvoorbeeld hier zo'n stukje ijzerdraad wat ik hier eerst uitgeknipt heb. En dan teken ik ze eigenlijk zo. In plaats van dat ik dat met een pen doe, maak ik er zelf mijn eigen tekeningetje zo van. En hier ga ik ze weer insolderen. En later ga ik wat dingetjes uitknippen. Waardoor ik weer ritmes en patroontjes en een soort van behangetjes ga krijgen. Voor in de ruimte die ik ja, eigenlijk aan het creëren ben. En dan doe ik dat al tekenend met draad. Om me voor te bereiden op het kunstsymposium Oogsten moest ik een bouwtekening maken. Want ik ga er een ruimte bouwen met ijzerdraad. En daarvoor ben ik dus eerst een grote velle papier allemaal aan elkaar gaan plakken. En dat ja, moet dan uitgerekend worden. Hoeveel ijzerdraad heb ik nodig? Hoeveel lengte heb ik nodig? Hoe breed moet het ijzerdraad zijn? En met die bouwtekening ga ik vervolgens al die wandjes knippen en zo. En vervolgens ga ik patroontjes solderen die daarin komen te zitten. Ik ben Marijke Stultiens, opgeleid als schilderes, maar ik werk ook in andere materialen. Ik heb heel lang in textiel gewerkt, jaren grote opdrachten uitgevoerd. Ik heb een jaar of acht met zink gewerkt en nu schilder ik weer en teken en met inkt en ja, allerhande materialen. Ik zat als kind altijd eigenlijk al te prutsen, te tekenen, dingetjes te maken, poppenkleertjes. Ik was altijd met mijn handen bezig, ook naar school. He, ik had maar heel veel huiswerk. Het was oorlogstijd, dus was ik bijna geen materiaal. Maar als het kans zag, had ik altijd toch iets te maken. Ik had ontzettende behoefte om iets tot stand te brengen met mijn handen. En dat heb ik altijd gehad. En toen ik in mijn van het gym af was, toen dacht ik, nou ja, wat moet je nou gaan doen? En toen heb ik gekozen voor de academie. En dat is goed. Ja, ik dacht, nou, dit is het wat ik wil. Ik ben altijd bezig. Als tenzij ik iets moet doen op ander gebied, maar ik ben... Ze opstaan, zorgen dat ik zo gauw mogelijk aan de gang kom. En heb ik de avond ervoor heb ik al plannen gemaakt van wat ik wil gaan doen. Ik heb alles opgeruimd, dat ik meteen aan de gang kan, dat ik niet alles hoef te zoeken. En dan ja, probeer ik zoveel mogelijk te werken. Ook in je geest natuurlijk, ben je ook altijd bezig. Hè? Dus tussen stofzuigen door kun je ook bedenken wat je wil gaan doen. Dus het is eigenlijk een hele goede combinatie. Soms meng ik met textiel en verf. Ik vind alles moet kunnen. Als het mij tot een resultaat leidt. Ja, ik ben nog steeds creatief en ik ben ook oud. Dus ja, daar is vraag naar. En ja, het is ook wel leuk om te laten blijken dat je ook nog steeds bezig bent. Hè, want ik heb er altijd zin in, ik heb altijd inspiratie. Dus ik zou niet weten wat ik anders moest doen op mijn leeftijd. Dus ik ben er altijd bezig en ik vind het ook leuk. Misschien heb je leuke contacten daardoor. Er zijn ook veel meer mensen die ook creatief zijn. Hè, het is toch een geweldig geschenk dat je dat kunt doen. Ja, en dan voel je ook niet dat je oud bent, tenminste. Ik vergeet altijd dat ik 90 word.